Zo ziet de kerk er normaal gesproken uit. Maar op Koninginnedag moet hij er zo uitzien. Met een levensgrote medaille vol met heel veel vlaggetjes. Dus je moet hier... Dit ding wordt ongeveer 8 meter lang. Van boven naar beneden. Dus dat zijn 2000 losse vlaggetjes die dan met een naaimachine allemaal aan elkaar vastgenaaid worden. Honderden basisschoolleerlingen in Enschede zijn deze week druk bezig met het maken van de vlaggetjes. En het resultaat mag er zijn. De meeste vlaggetjes zijn heel erg vrolijk en zelfs lovend over de koning. Alhoewel, er zijn uitzonderingen. Maar zal de nieuwe koning wel blij zijn met het kunstwerk? Alle kinderen hebben zo hard aan gewerkt en dan denk ik wel dat hij het leuk gaat vinden. Ik denk dat hij het wel leuk vindt, ja. Volgens de bedenker van het project is het kunstwerk vooral belangrijk voor de inwoners van Enschede zelf. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook een speciale herinnering is. Die 30 april 2013, dus dan is dit een leuk initiatief om dat extra te bekrachtigen. Maar hoe vind je nou straks tussen die 2000 vlaggetjes je eigen vlaggetje terug? Ik ga wel proberen, maar ik denk het niet, dat ik het niet terug kan vinden. Ik ga het misschien wel proberen, maar ik denk niet dat het lukt. Dus al die vlaggetjes. Dat denk ik niet. Niet echt. Dus er zoveel vlaggetjes. Nee. Denk ik niet. Gelukkig hebben de kinderen de komende jaren nog genoeg kans om hun vlaggetje op het kunstwerk te zoeken. Het komt namelijk elk jaar op Koningsdag opnieuw aan de kerk in Enschede te hangen.